President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag 18 nieuwe leden van het Centraal Hoofdstembureau CHS beëdigd. Het CHS staat nu onder leiding van Lilawati Ragubir. De eedformule is voorgelezen door Nasir Eskak. Hij is directeur van Binnenlandse Zaken. President Santokhi wees de nieuwe leden erop dat het Centraal Hoofdstembureau uitvoering geeft aan het grondwettelijke recht van burgers om politieke partijen op te richten en om deel te nemen aan de verkiezingen. Ik zweer beloof dat ik als voorzitter, lid, plaatsvervangend lid van het Centraal Hoofdstembureau bij de uitoefening van mijn taak de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit nauwgezet in acht zal nemen en mij dienovereenkomstig zal gedragen. Het Centraal Hoofdstembureau controleert daarbij of de politieke organisaties daadwerkelijk voldoen aan democratische principes die wij in ons land hoog in het vaandel hebben. Het uitgangspunt dat politieke organisaties de nationale soevereiniteit en onze democratie respecteren. Dat hun doelstellingen verenigbaar zijn met de grondwet en de voldoende waarborgen bieden voor een democratische interne organisatie. Alleen dan kan het Centraal Hoofdstembureau de politieke organisatie toelaten tot participatie aan de verkiezingen. Even belangrijk zorgt het Centraal Hoofdstembureau voor het verloop van de verkiezingen van de leden van de Nationale Assemblée op nationaal niveau. Maar ook treedt het op als Centraal Hoofdstembureau voor de verkiezingen van de leden van de resortraden en oefent het de controle op de vaststelling van de samenstelling van districtsraden op grond van de uitslag van de verkiezingen voor de resortraden. CHS-voorzitter Ragubir zegt dat ze samen met haar team de communicatie naar de gemeenschap toe zal verbeteren. Op die manier zal het volk op de hoogte zijn van elke ontwikkeling binnen het Centraal Hoofdstembureau. Kijk, als het nodig is en als het gedaan moet worden dat die communicatie tot stand komt, dan zullen wij dat niet uit de weg gaan. Als er iets gedeeld moet worden, dan zullen wij dat ook zeker doen. Dus ten aanzien daarvan denk ik dat er geen vrees hoeft te zijn. En het team dat u achter u heeft, ze zijn vandaag ook beëdigd. Denkt u dat u met zo'n sterk team zou kunnen werken? Of verwacht u al dat het een goed team is waarmee u gaat werken? Ik heb een hoge dunk van dit team. Ik ken niet iedereen. Het is allemaal vrij snel gegaan. Dus ik denk dat de eerstvolgende vergadering er een kennismaking, natuurlijk een kennismaking komt. En dan zal het zijn werken met de mensen en elkaar ook beter leren kennen. Maar laat me zeggen dat niks problematisch hoeft te zijn. Met overleg en met praten moet er altijd een oplossing bereikt kunnen worden. Dat is dus Lilawati Ragubir, geen Ragubar. En zij is de nieuwe voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau. Ze zegt dat iemand binnen de organisatie aangewezen zal worden om de communicatie met de gemeenschap en andere actoren te onderhouden.